Hoe staat u nu in de plannen zoals die er nu voor liggen? Nou ja, wij hebben als de ontwikkelingscombinatie al hele tijd geleden al gezegd dat wij in ieder geval voor sloop zijn van het oude stadhuis. Dat heeft te maken met het feit dat wij de onderzoeken hebben gedaan. Dat hebben we in het verleden al gedaan met TMZ. Gezamenlijk zelfs met TMZ. En TMZ heeft dat in het verleden zelf ook al gedaan. Waar het blijkt zeg maar, dat het eigenlijk onhaalbaar, financieel onhaalbaar is. En ook technisch onhaalbaar is zeg maar, om de gewenste producten te realiseren in het bestaan of in het oude stadhuis. En daarvoor hebben wij destijds al besloten dat wij hebben gezegd van, nou, wij gaan verslopen. We gaan voor een stukje herontwikkeling van Almelo op die locatie. Hans Buitenweg. Hoe denk je over het oude stadhuis? Wat moet er mee gebeuren? Ja, daar ben ik altijd duidelijk in geweest. Van, ik wil heel graag dat het hergebruikt wordt. Dat het een nieuwe functie krijgt. In dit voorstel van de heer Zeilenmaker bijvoorbeeld appartementen, woningen. En wat horeca erin. Maar ik denk dat aan dat segment in de stad ook wel behoefte is. Ik zie bijvoorbeeld in zo'n wijk als Paradijs. Bekend van toch grote kavels en wat duurdere huizen. Dat mensen daar nu op leeftijd zijn en die zoeken in de stad wat anders. En daar is het aanbod niet zo groot voor. Dus ik denk dat dat zeker kans heeft. Wij durven tot een bepaald moment te zeggen tot hier. Daarvoor nemen wij zeg maar, de garantie wel. Alleen wat daarboven ligt, dat moeten wij gezamenlijk gaan onderzoeken. En dat, nou ja, op het moment dat wij dat gaan onderzoeken, daar zullen kosten mee gemoeid zijn. En daar zullen wij zeg maar, gezamenlijk weer afspraken over moeten maken hoe we dat verder duidelijk maken. En daar zit het verschil tussen de biedingen tussen de vier en ook het verschil in risico voor de gemeente. Dat risico zou nu is inzichtelijk gemaakt door een bieding zeg maar, die concreet is gemaakt van oké, wij nemen het risico voor ons. Wij hebben als partner van de gemeente Almelo gezegd wij gaan een heel eind mee zeg maar, in het verhaal. Maar wij willen nu eerst duidelijkheid zeg maar, over het verhaal. Zeg maar, gaan we slopen of gaan we naar hergebruik voordat we verder kosten gaan maken. En dat is de reden zeg maar, dat we gezegd hebben tot hier. En daarnaast hebben wij een garantie zeg maar, van een investeerder die zegt van nou, ik ben bereid daar om daar tussen de 34 en 40 woningen zeg maar, neer te gaan zetten. Als we het rondkrijgen qua bestemmingsplan en de gemeente gaat akkoord met het bod, dan is het heel snel te regelen. Ja. En dat zou ook heel goed zijn, want ik hoor een aantal partijen in de raad ook zeggen van het moet allemaal snel verlopen, want het gaat ons zoveel geld kosten, die leegstand. Maar als je dus rekening houdt met de rechtszaak die nu loopt om van dit gebouw een monumentenstatus te krijgen, dan is het wel goed om met de partij van hergebruik gebouwen in zee te gaan. Want die heeft dan een soort overeenstemming met die bezwaarmakers. En als het aankomt op sloop, dan zal die procederende groepering, Stichting Heemschut en Kuipersgenootschap, ja, die gaan door tot de Hoge Raad.